Er moet perspectief komen voor de blijvers. Dat heeft LTO Nederland maandag duidelijk gemaakt aan minister Piet Adema. tijdens de eerste bijeenkomst om te komen tot een landbouwakkoord. Namens de agrarische sector waren naast LTO ook NAJK, Agractie en Biohuis bij het gesprek in Hilversum aanwezig. Wij hebben als uh, landbouwtafel een eerste bijeenkomst gehad. Een verkennende bijeenkomst. Waarbij wij uh, graag ook willen dat anderen betrokken worden. Die vandaag niet op de eerste tafel zitten. En dat zijn bijvoorbeeld de sectorpartijen. En daar hebben wij met elkaar een goed gesprek over gehad. Voorzitter Linda Verriet van de producentenorganisatie Varkenshouderij wil samen met andere sectorpartijen ook aan deze hoofdtafel van het landbouwakkoord zitten. Een landbouwakkoord sluit je met alle landbouwpartijen. En nu hebben we een uitnodiging gekregen voor een deeltafel. Daar gaan wij niet mee akkoord. Wij vertegenwoordigen de varkenshouderijen in Nederland. En dan gaat niemand voor ons aan een hoofdtafel onderhandelen of welk akkoord afsluiten dan ook. Ik heb geen moeite met hen. Hè. Zij zijn sectoren. Wij zijn koepels. En de koepels zitten aan de hoofdtafel. En de sectoren moeten maar heel belangrijk betrokken worden bij dit landbouwakkoord. Snapt u wel dat partijen als Agractie, LTO en NNJK uh, wel accepteren dat ze aan de hoofdtafel zitten? Nee, ik begrijp dat niet. En dat hebben we ook laten weten. Uh, we hebben als landbouwpartijen elkaar enorm opgezocht de afgelopen jaren. Boeren, onze leden, vragen om saamhorigheid, om samen op te trekken. Wat ons kabinet doet, is continu verdeel en heerspelen. En dat gebeurt nu weer. En uh, wat ons betreft is het onacceptabel dat er drie van alle landbouwpartijen daar dan wel ja tegen zeggen. Ondanks dat vond Van der Tak het belangrijk. Om wel op de uitnodiging in te gaan. Als LCO hebben, vinden we het heel belangrijk dat onze leden dat er een oplossing wordt geboden voor alle vraagstukken die er momenteel op hun bord van de boerenerf liggen. Daarom zijn wij als ledenorganisatie eh, graag bereid om te kijken of dit, of dit in het landbouwakkoord gerealiseerd kan worden. Nou, we hebben de minister afgelopen vrijdag samen met de vakbonden NMV, NVP en NAV hebben we de minister een brief gestuurd. Daarin hebben we hem laten weten dat wij hier niet mee akkoord gaan. We zijn al vandaag al gebeld en we hebben deze week een gesprek om over het proces en de randvoorwaarden te praten. Het kan dus zijn dat jullie alsnog aan die hoofdtafel plaats mogen nemen. Ja, zoals ik net al zei, het gaat ons helemaal niet over aan die hoofdtafel zitten. Het gaat erom dat wij als POV een akkoord sluiten voor varkenshouders in Nederland en niemand anders. En of dat daar een hoofdtafel, een bijzettafel, een deeltafel op een zolder moet, maakt mij niet uit. Maar wij zijn degene die voor varkenshouders een akkoord sluiten.